In tijden van een globale pandemie hebben we het allemaal moeilijk. Gelukkig kan ik als Nederlandse student terugvallen op mijn studiefinanciering en ouders in de buurt. Helaas hebben veel van onze medestudenten, namelijk de internationals, dat niet. Hun enige inkomstenbron van een bijbaan is er niet meer. Daardoor komen ze in financiële nood. De boodschappen, de studiekosten en de huur gaat gewoon door. Daarom heeft Artesse Student Support Fonds opgericht om deze studenten een handje te helpen. Elke bijdrage telt. Dus als jij wat kan missen, klein of groot, help ze dan en doneer. Hello. Artesse International student need your help. A lot of students lose their part-time job and because of the corona crisis, they cannot continue their studies because they don't have background that can support them financially. We need your support to keep studying and keep develop our art. If you could help us, we will really appreciate it. Thank you a lot. We zitten allemaal in een hele vervelende tijd en die moeten we samen zien door te komen. Op dit moment zijn er heel veel internationale studenten met een groot financieel probleem. Omdat ze om wat voor reden dan ook niet meer door worden betaald of hun baan zijn kwijtgeraakt. Ook zij moeten deze tijd door kunnen komen zonder noodgedwongen te moeten stoppen met hun studie. Wij willen ze graag helpen door te doneren. En wij hopen dat u dat ook zal doen. Help deze studenten deze tijd ook door, zodat we met z'n allen straks weer gewoon normaal verder kunnen doen. Dank u wel. The Artist Student Support Fund was created to help students who cannot support themselves during these times. The corona crisis took away their side job, which was their way of having an income. Some of them are stuck in the Netherlands and cannot fall back on parents for financial support. So we are their support now. Donating to this fund, you can help them in their needs.